Het is een vaste rubriek in de late talkshows van RTL 4, zendersterren die hun nieuwe tv-programma komen pluggen. Zo'n langgerekt promopraatje is natuurlijk volstrekt zouteloze televisie, maar de talkshow-hosts komen er nu eenmaal niet onderuit. Laatst moest Renze Klamer zijn collega Marieke Elsinga interviewen over haar tv-gedrocht Alles is Muziek. Het resultaat? Een gênant ons kent ons gesprekje zonder kritische vragen over deze grootste RTL 4-flop van de afgelopen 15 jaar. De mannen van Vandaag een site, met name Wilfred Gené, vinden dat triest van Renze. De interviewer kan dan toch ook zeggen, sorry, maar dit was toch niet zo best? Nee, dat bleef Marieke bespaard. Ze mocht vertellen dat het tijdens de opnames hartstikke leuke was. Irene Moors die als een doorgeslagen VIP op een sjoelbak slaat. Leuk allemaal, zo gelachen tijdens de opnames. Vindt Renze zelf ook niet dat hij iets journalistieker en iets minder reclamezuil mag zijn? Nee, hij haalt in de VARA-gids stevig uit naar de mannen van Vandaag een site. Die zijn volgens hem hypocriet. Op de vraag of hij het eens is met hun kritiek, antwoordt Renze, nou grappig om zo'n opmerking te krijgen van een tafel waaraan Johan Derksen te pas en te onpas John de Mol verdedigt. Daarnaast, ik ben menselijk en ik blijf dat graag. Renze was bewust kritiekloos, geeft hij aan. Wat heeft het nou voor zin als een programma niet aanslaat om daarin stevig te gaan wrijven? Iedereen voelt dat al aan. Ik heb niet de behoefte daar nog verder op te gaan drukken. Zo zit ik niet in elkaar.